De vlucht HV5998 uit Pula was mooi op tijd geland op Rotterdam de Hague Airport. Maar de meeste vakantiereizigers hadden nog wel even willen blijven in Kroatië. Wanneer ben je vertrokken? Naar Kroatië, broer. Ja. 4 dagen geleden. 4 nachtjes maar. We zijn zondag vertrokken. Dus dat is niet zo lang. Het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderde het reisadvies voor Kroatië naar oranje. Vanwege een opleving van het aantal coronabesmettingen in het land. Reisorganisatie TUI besloot een snelle repatriëring te regelen. Maar de meeste reizigers vonden een snelle thuiskomst toch niet terecht. Ik vind het van niet. Waarom niet? Ja, alleen Nederland gooit het op oranje. En de rest van de Duitsers zitten er nog, Oostenrijk zit er nog. Er is allemaal niks aan de hand daar, dus valt allemaal mee. Dus Nederland is het enige land wat die code oranje heeft. En wij accepteren het gewoon wat de regering zegt. En de Duitsers mogen gewoon blijven daar? Die mochten gewoon blijven, ja. Maar het is amper wat daar. In de Kroaten zelf waren ook helemaal niet drukker over. Dus ja, het is niet anders, hè. Maar ik kan er toch niks aan doen. Dus ik maak me niet zo druk om, want ik kan er toch niks aan doen. Dus als ik me daar zorgen om ga maken, dan... Ik denk dat het verstandig is. Waarom? Nou ja, je weet het maar nooit, hè. Toch? Het komt toch opzetten, het corona daar dus. Het is niet voor niks code oranje, denk ik dan. Toch? Dus ik ben blij dat uw kleindochter weer terugkomt. Zeker, dat sowieso. Kijk, als je in Kroatië bent en je krijgt corona en je hangt daar vast, ja, en je bent ziek, dat is nog erger. En nu zijn we 3 dagen eerder terug en gewoon accepteren. Was het terecht dat jullie teruggingen? Nou, voor mijn gevoel niet hoor. Wij voelden ons heel erg veilig. En we moeten nu terug naar de Bollenstreek. En ja, daar is net in Hillegom een corona-uitbraak. Dus van veilig naar onveilig. Zo'n gevoel krijg je dan. Baal je nou heel erg? Ja, wel. Ja. Ja, jij wel, ja. Nu kan ik ook niet naar de judo-training, omdat we in quarantaine zitten. Ga je nu in quarantaine? Ja, dat is verplicht, hè. Het is een dringend advies. Dat is waar. Maar ja, ja, je wilt toch ook niet dat er problemen ontstaan. En waardoor je daarna misschien zelf een probleem krijgt. Is nou je vakantie verknald? Nee. Wat ga je doen? Nee, nog niet. Ik zal even zien. Ga je nou in quarantaine? Ik zal... Moet maar, ja. Moet. Maar ja, we gaan lekker naar huis toe. Trek een biertje open. Even voor de schrikken. Nou, we gaan nu naar huis en dan 2 weken binnen zitten. Gewoon allemaal spelletjes doen. Oké, dus dit valt wel mee? Nou, ja, het is wel jammer. Nee, maar het moet. Sterkte verder. Dankjewel. Dag hoor.